Tom van Oostrum, fractievoorzitter van het CDA in Tiel, is vandaag gesproken tijdens de raadsvergadering over het ja-thema voor 2015. Wat gaat dat worden? Wijk en buurten. En waarom wijk en buurten? Omdat we eigenlijk heel erg belangrijk vinden, ook een beetje met de ontwikkelingen die er nu plaatsvinden, zeg maar, dat we proberen moeten met elkaar, met onze eigen inwoners, politiek, bedrijfsleven, om samen dingen op te pakken, om toch dingen in de stad te realiseren. En dat is eigenlijk de insteek van het jaarthema. Dus daar willen we eigenlijk een extra boost geven aan dit gebeuren, zeg maar. Daardoor ook hebben we een extra geldbedrag kunnen reserveren om de dingen te doen, initiatieven van inwoners op te pakken en daar wat mee te doen. Initiatief van het CDA, maar bijna raadsbreed gesteund, hè? Ja, dat is correct. De raad heeft bijna allemaal gezegd van, nou, dat het een goed idee is, en dit is denk ik ook. Ja, omdat, wat ik al eerder zei, van, het is gewoon iets wat momenteel heel erg in de belangstelling staat. En we moeten toch denk ik op een andere manier naar die maatschappij kijken en op een andere manier sommige dingen invullen. En misschien kan het ja-thema daar een goede bijdrage aan leveren. De Partij van de Burgers steunde het een en ander niet. Commentaar daarop? Ja, eigenlijk jammer, want ze waren het oneens met een beslissing van de Raad met betrekking tot de gelden van Mozaïek. Jammer dat dan eigenlijk het ja-thema, wat eigenlijk van de Raad zelf is, wordt gebruikt om dan je ongenoegen kenbaar te maken. Vind ik jammer. Ik wil daar namens de PvdB eigenlijk even als volgt op reageren. Voorzitter, enkele maanden geleden had de PvdB de eer de beslissende stem te zijn in het vaststellen nieuwe jaarthema. Een thema wat goed aansluit bij de burgerparticipatie, namelijk wijk en buurt. Een thema wat goed past binnen de idealen van onze partij. Met respect naar elkaar kunnen we door het anders organiseren echt meer. Daar geloven wij in elk geval wel in. Wel nu, deze motie die voor ons ligt, kan de PvdB op de inhoud best steunen. Ons wordt nu gevraagd extra in te zetten op burgerparticipatie en de burger als het ware los te laten. Om de ondernemersgeest te stimuleren en dat we gebruik moeten maken van de deskundigheid van bewoners binnen de wijk. Prachtige woorden, die we helaas in de praktijk gelijk loslaten. Het beleid wat de coalitie uitvoert sluit hier namelijk helemaal niet op aan. Op 16 juli jongstleden heeft de Raad met uitzondering van de PvdA, PvdB en de heer Vergalen van D66 een amendement aangenomen waarin we Mozaïek de vrijheid laten zelf te beslissen hoe per 1 januari 2015... de beoogde 180.000 euro bezuinigingen gerealiseerd moeten gaan worden. Mozaïek heeft zelf de voorkeur uitgesproken dit te willen realiseren door het beheer van wijkcentra in handen te leggen bij de burgers. Helaas heeft ons voorstel om voor de overdracht wat meer tijd te nemen en dit alles in goed overleg te doen met de wijkcomité's het niet gehaald. Daarmee gooien we een belangrijke taak weg die past bij de burgerparticipatie zonder enig overleg en respect. Een rondgang langs de wijkcomité's leert ons helaas dat hiermee de solide basis voor de burgerparticipatie, waar decennia lang aan gewerkt is, aan het afbrokkelen is. Voorzitter, er wordt in deze motie gevraagd om een werkgroep. De werkgroep die is er al, namelijk de wijkcomité's. De beeldvormingsavonden zijn er ook al, namelijk de wijkschouwen en de vergaderingen van de diverse wijkcomité's. Wij vinden dit dan ook een beetje een motie voor de bühne. Op vergadering 1 delen we burgers mede dat er geen geld is voor het wijkcentrum en diverse initiatieven uit de buurt. En op vergadering 2 vanavond gaan we het wiel opnieuw uitvinden en stellen we extra budget ter beschikking. Eerst bezuinig je zonder enig overleg op de buurt en wijk om vervolgens eenmalig, alleen voor 2015, een doekje voor het bloeden te geven. Deze werkwijze past dus ook niet bij onze partij. Het ruist tegen onze principes in en daardoor kunnen wij de motie ook niet steunen. Dank u wel. Kijk, waar het om gaat is dat je zeg maar met een jaarthema dingen in gang wil zetten. En dat doe je ook met elkaar. Dat ga je niet, dus de dingen waar u over praat, daar wil ik verder niet over uitspreken. Maar daar heb je als raad heb je daar een bepaalde mening over. En daar kun je wel of niet budget voor geven. En dat is dan een onderwerp wat je op die manier behandelt. Hier gaat het om of je in een jaarthema initiatief wil nemen om met elkaar inwoners, raadsleden, ook college, een aantal dingen in gang wil zetten. Waardoor je zeg maar, de Tielse samenleving daardoor beter maakt. En dat is ook de kern van volgens mij van het jaarthema. Tijdens de raadsvergadering is er gesproken over deelname aan het beheerlogistieke hotspot Rivierenland, zoals dat zo mooi heet. De ChristenUnie had haar bedenkingen.
Ja, nou, die hebben wij vanaf het begin gehad. En dat begon eigenlijk met... we hebben geconstateerd dat er onwaarheden zaten, net als de Albert Heijn die mee zou doen in het plan. Ja, eventjes voor mensen die eigenlijk helemaal niet weten wat het is in gewoon normale mensentaal, waar praten we over? Logistieke hotspot, nou, het begon eigenlijk met het idee van een uitbreiding van de containerterminal naar Biesenburg. In de ontwikkeling van het verhaal zijn er steeds meer dingen bijgehaald, bijgekomen. Dus de lobby voor de A15... lobby voor bedrijven naar onze industrieterreinen in de hele regio. Douaneafhandeling, legio aan programma's, aansluiting van de scholing en arbeidsmarkt. En daar is natuurlijk geld mee gemoeid, veel geld. Daar is geld mee gemoeid, maar we hebben al diverse gremia. Als een platform transport en logistiek, de regio Rivierenland zelf, onze wethouders, onze provincie. Het productschap of het industrieschap Medol. Dus wij hadden wel zoiets van, moeten we dit nou helemaal optuigen? Helemaal met de kennis van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die zeggen van, nou, de omgeving Tiel, dat is minder aandachtspunt. Het nieuws in de logistieke bladen, dat de focus toch vooral op Venlo ligt. De macht van het havenbedrijf in Rotterdam. Dan zeggen we, worden ons geen luchtkastelen voorgespiegeld? Als ik het even samenvat, zegt de ChristenUnie eigenlijk van een wassen neus en de kennis hebben we eigenlijk al in huis. Nou, wassen neus vind ik wel weer heel kort door de bocht, want de ambitie vind ik mooi. Maar dan denk ik, ik zou ook graag die focus anders willen zien. We kijken heel erg van, ja, werkgelegenheid. Maar uit de normering die nu in het logistieke top 10 komt, zijn we al gedaald. Omdat het niet aansluit, die arbeidsmarkt. Dan kunnen we helemaal wel willen aanjagen, maar... Kijk ook naar, met een bredere visie naar de stad. En we zeggen iedere keer, kijk meer naar het hbo aantrekken. We missen ingenieursbureaus, we missen architectenbureaus. We hebben iedere keer die focus van het lage opleidingsniveau. En het is goed dat daar aandacht voor is. Maar we zien liever dat de sterken ook de lasten van de minder sterken dragen. Dus we hebben ook die sterken nodig, die hbo'ers nodig. Maar goed, van oudsher heeft het rivierengebied en Tiel ook dat nooit gehad. Nee, en dus moet je dat aantrekken. En het is de vraag of je dat met logistiek dan aantrekt. Want er is dan een groot tekort aan hbo's in de logistiek. Kijk maar naar de advertenties. Er is een grote roep. De onderzoek van ABN AMRO heb ik erop nageslagen. Die zeggen ook daar zitten echte knelpunten. Wij zien graag een andere focus. Een andere focus. Welke focus dan bijvoorbeeld? Want Medol draait. Medol is een logistieke hotspot. Jazeker, en dat is heel goed. En wij denken ook dat Medel dat heel goed zelf redt. We hebben nu ook met de grond die we nu waar we uit zijn gekomen van nee, de Betuwe, dat we extra grote kavels kunnen verkopen. En ik vraag me af of daar een projectbureau extra toegevoegde waarde in biedt. Wat de PvdA betreft is die logistieke hotspot echt een hele grote kans. Als je kort moet uitleggen wat het is, we gaan samenwerken met alle gemeenten uit de regio, met de regio Rivierenland, met de provincie, met onderwijs, met alle bedrijven in deze regio die mee willen werken. En daarmee gaan we zorgen dat Rivierenland dat die nog beter zichzelf profileert als logistieke plaats. Dus als plaats waar je moet zijn als logistiek bedrijf. Dus het is goed om de voorwaarden te creëren om uiteindelijk eventueel te kunnen groeien tot iets echt groot. Ja, klopt. En doordat en overheid en onderwijs en de bedrijven erin zitten, kan je ervoor zorgen dat je elkaar enorm versterkt. Je zorgt er ook voor dat je samen naar buiten kan treden. Kijk, als één bedrijf zegt van wij willen die A15 verbreden, want dat is belangrijk, want wij zijn een transportbedrijf en wij moeten sneller bij de klant kunnen zijn. Ja, dan heeft dat niet zoveel invloed. Maar als je dat met heel veel bedrijven doet en met de gemeente erbij en met de provincie erbij, dan maak je echt een vuist bijvoorbeeld naar Den Haag. En op die manier kan je elkaar versterken. En dat is maar een van de vele voorbeelden van de vele voordelen die die logistieke hotspot brengt. Logistieke hotspot Rivierenland, goed voor de regio, goed voor Tiel dus. Ja, absoluut, absoluut. En als het een succes wordt, dan creëren we hier heel veel werk mee, heel veel banen mee. Die halen we allemaal naar ons rivierengebied toe. En dat is uiteindelijk hartstikke goed voor de Tielse economie. En daarmee kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen in Tiel aan het werk kunnen. En dat vinden wij vinden het PvdA vindt dat heel belangrijk. Er is lang over gesproken door de jaren heen. Het uiteindelijke vaststellen van het sportaccommodatiebeleidsplan, dat is vandaag gebeurd tijdens de raadsvergadering. Een blije wethouder? Ja, absoluut. We hebben nu duidelijkheid voor alle sportverenigingen.
Sportverenigingen die weten waar in geïnvesteerd gaat worden om het nog te verbeteren. Helderheid rondom de tarieven. We hebben er inderdaad, zoals je ook al aangeeft, heel lang over gesproken. Er zijn uiteindelijk kaders vastgesteld. Binnen die kaders zijn we het verder gaan uitwerken. En vanavond heeft de Raad in grote meerderheid besloten om het te doen zoals het college het heeft voorgesteld. Dat betekent dat iedereen gaat betalen, hè, als club zijnde, naar draagkracht, in ieder geval naar gelijkheid. Er zijn natuurlijk clubs die gaan erop vooruit en clubs die gaan erop achteruit en verenigingen. Als daar zeg maar grote problemen zouden ontstaan, hoe gaat de gemeente daarmee om? Nou, inderdaad, er gaan clubs op vooruit. Nou, die zullen heel blij zijn. Daar waar er wat grotere gevolgen zijn voor de huren. En dan moet je voorstellen dat er met name bij verenigingen is die heel veel kunstgrasvelden hebben. En er is afgesproken op voorhand een voorstel van de FTS om factor 2 toe te passen bij gebruikers van kunstgrasvelden. Dat heeft gevolgen voor de huur naar de toekomst toe. Dan gaan wij er uiteraard over in gesprek mochten daar problemen uit ontstaan. Want ons doel is, en dat is ook een van de kaders, dat er gewoon gesport kan worden. En dat moeten voor betaalbare tarieven ook. Een ander onderwerp. Henk Driessen, de wethouder, is uitgedaagd door Frans Duits om mee te doen aan Stoptober, stoppen met roken. Dat gaat pas plaatsvinden vanaf 1 oktober, hè, minimaal 28 dagen. Wij zijn benieuwd of de wethouder nu al gestopt is. Ja, die is al gestopt. Op het moment dat ik uitgedaagd werd, en uiteraard wist ik dat van tevoren al, omdat ik daarheen moest. Toen had ik me al voorgenomen van, nou Henk, we gaan niet wachten op 1 oktober. We gaan gewoon beginnen en dat is afgelopen zondag geweest. Burgemeester Beenakker, we hebben een fantastisch appelpop weekend achter de rug. U bent verantwoordelijk voor veiligheid. Hoe is dat verlopen? Ja, prima. Kijk, heel tevreden erop terug. Om te beginnen natuurlijk was het een fantastisch evenement. Waar heel veel mensen weer heel veel lol aan beleefd hebben in en buiten de stad. Dat geldt voor mezelf ook. Ik heb ook weer hele mooie bands die spelen. Maar inderdaad, qua veiligheid is het gelukkig ook heel goed verlopen. Ook dankzij, denk ik, ook wel onze hele goede voorbereidingen vanuit de hulpdiensten, gemeente en niet te vergeten de organisatie. Die ook enorm veel inzet pleegde om het een veilig evenement te laten zijn. Nou, we hebben dat goed samen opgepakt. We hebben een coördinatieteam wat zeg maar onder een paar uur vergadert, ook op vrijdag en zaterdag. Bent u daar dan ook actief bij betrokken? Ja, daar ben ik ook bij betrokken. Het coördinatieteam wordt voorgezeten door ons man van de veiligheid, Erik van Keken. Maar ik word voortdurend op de hoogte gehouden als er dingen zijn. Ik ben ook een aantal keer ben ik ook even aangesloten bij het team. En zeker in de nacht om even te kijken hoe de, ook de uitloop ging. En daar zijn we eigenlijk heel tevreden over. We hadden zaterdag even wat een piek in de drukte met parkeren zaterdagmiddag. Omdat Dotan en Chef Special heel veel mensen trokken op. Wat op zich natuurlijk heel leuk was dat het zo goed liep. Maar dat hebben we eigenlijk ook redelijk goed kunnen oplossen. Ook omdat er toch weer wat uitstroom kwam daarna. En in die zin heeft de programmering ook weer heel mooi gewerkt van Appelpop. Dat we ook iedere keer instroom en uitstroom hadden. Dus waardoor we de pieken een beetje goed konden opvangen. Kunt u aangeven wat nou precies die formule is, waarom dat al jarenlang zo goed gaat? De goede voorbereiding zoals ik net aangaf. Wat ook meespeelt is, omdat het een gratis festival is en de wijze van programmering van Appelpop met hele verschillende bands, hè, jong en oud, maakt dat het een festival is waar heel veel verschillende doelgroepen door elkaar staan. Hè. Je ziet echt de opa's met kleinkinderen in de tent staan 's avonds. Het was wel grappig dat ik had collega's van de veiligheidsregio op bezoek, van het dagelijks bestuur uit Nijmegen. En ook mijn collega uit Landgraaf, die natuurlijk Pinkpok altijd organiseert in de stad. En die viel dat ook op, dat een hele gemoedelijke sfeer was, maar ook een heel gemengd publiek. En dat is denk ik wel het unieke van Appelpop, wat je bij andere festivals toch minder ziet. Hè? Als je dan €60 moet betalen. Ja, dan ga je niet even naar één bandje kijken. Wat je heel veel ziet, is dat mensen zeggen, nou, ik wil Dotan een keer zien, hè, afgelopen programmering. Of ik wil Bluff een keer zien. En daarna ga ik weer even wat thuis wat eten en ik kom misschien wel of niet terug. Dus eigenlijk nogmaals een verkapt compliment aan de organisatie van Appelpop. Ja, zeker. Sowieso heb ik alle complimenten. Ik heb het ook nog een keer weer gedeeld toen ik van de week Sociais even ben wezen uitdelen met het college. Fantastisch natuurlijk dit gedragen wordt door vrijwilligers. Hè? Want hoeveel festivals zijn er die zo door vrijwilligers gedragen worden? Niet veel op dit niveau. Nee, de meeste door professionele organisaties. En dat is natuurlijk wel heel uniek. Een hele professionele vrijwilligersorganisatie. Heel veel mensen die zich daarvoor inzetten, vakanties opnemen, et cetera.
een organisatie die heel veel oog heeft, ook voor veiligheid. Dat is natuurlijk heel prettig. Waar we heel goed mee in overleg zijn in de voorbereiding en gedurende het festival. En ook goed nadenkt inderdaad over de programmering en wat dat betekent. De raadsvergadering van vanavond, het was de eerste na de zomerstop, zullen we maar zeggen. In augustus is er niet vergaderd. Een aantal belangrijke hamerstukken, noem er een paar. Nou ja, bijvoorbeeld de samenwerking in de regio Rivierenland. Daar hebben we natuurlijk ook lang over gesproken. Een aantal keer in de commissie aan de orde geweest vorig jaar. De eerste lezing is behandeld in de vorige raad, nu de tweede lezing. Er was nogal wat commentaar, hè? Die regio Rivierenland. Laurens Verspuijden, wethouder, heeft het als lijsttrekker van D66 ook gezegd. En het was een gedrocht van een organisatie. Daar gaat het om, hè? Nou ja, we hebben denk ik nu echt belangrijke stappen gezet om er meer effectieve organisatie van te maken, meer effectieve samenwerking, slagvaardiger, sneller, meer gericht en focussen op de speerpunten waar het over moet gaan. Agribusiness, toerisme, logistiek. En dat is gewoon hartstikke goed. En het lijkt erop dat in ieder geval een ruime meerderheid van de raden daar ook op die manier mee gaat instemmen. Wat ook winst is dat er een regionale agendacommissie komt. Dus raadsleden echt meer betrokken gaan worden bij de regio Rivierenland. Want dat was ook een kritiekpunt. Ook een goede zaak voor Tiel uiteindelijk. Zeker. Voor ons is natuurlijk regionale samenwerking ook gewoon heel erg belangrijk. Als centrumstad van deze regio. En nou ja, we hebben ook afgesproken dat belangrijke documenten, startdocumenten hebben we dat genoemd. Dus bij de start van een belangrijk project. Je moet bijvoorbeeld denken aan een project als Lobby A15, wat natuurlijk nu loopt. Nou ja, dat soort projecten is heel goed om bij de start gewoon in de raden te bespreken. En te zeggen, nou, deze opdracht geven wij mee aan de regio, aan onze regionale bestuurders, om het op deze wijze op te pakken.